Vanmiddag op het LFC een speciale middag voor onze Oekraïense vluchtelingen. Bij me staat een van de initiatiefnemers en organisatoren die heel veel gedaan hebben. Ik zou zeggen, stel je even voor. Ik ben Rosalie Pol. En ik ben 13 jaar. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, we wouden wat doen voor Oekraïne en we zouden toch al een concert geven. Dus toen hebben we er met een hele groep een benefietconcert van gemaakt. En om alles allemaal dingen te verkopen om geld op te halen. Heb je kennis aan Oekraïense vluchtelingen? Nee, ik heb geen kennis aan Oekraïense vluchtelingen, maar sommige van mijn vriendinnen wel. De nieuwe cursusjaren, dan komen ze hier ook gewoon op school. Dat klopt, ja. Wat heb je allemaal moeten doen om deze middag succesvol te maken? We hebben allemaal armletjes moeten maken en we hebben ervoor moeten zorgen dat er overal posters rondkwamen te hangen. Zodat er allemaal mensen langskwamen en dat er eten en drinken besteld werd. Dus dat, ja, allemaal gebeuren. En in onze vrije tijd moesten we armbandjes maken. Mochten, moest niet, maar ja. Heb je een idee hoeveel je gaat ophalen? Nee, eigenlijk niet. Dat kan heel verschillend zijn. Dat ligt namelijk echt aan wat mensen willen kopen. Ik wil je bedanken voor alles wat je doet voor onze Oekraïense gasten. En ik hoop dat de middag succesvol wordt en dat er een mooi bedrag uitkomt. Dat hoop ik ook. Ja. Wij staan hier bij de hamburgerkraam van Oekraïnedag. Ik zou zeggen, stel je even voor. Ik ben Vince Metjoekert, ik woon in Elburg en ik ben 13 jaar. Waarom doe je mee aan deze middag? Om geld in te zamelen voor Oekraïne, want die hebben het zwaar in de oorlog. Er wonen hier inmiddels, denk ik, zo'n 160 Oekraïense gasten. Ik zeg altijd gasten, vluchtelingen vind ik zo'n nawoord. Wat denk je wat die meemaken? Ja, ik weet niet. Het best wel heftig, want hun raken hun familie kwijt ook. Dus ja, en hun hebben geen eigen huis, geen eigen spullen meer. Dus ja, best wel. Zou je dat zelf erg vinden als je zomaar uit Elburg weg moet en dan 2500 kilometer ergens anders heen? Ja, denk het wel. Dat is ook heel erg wennen dan. Maar dan heb je ook helemaal niks. Geen geld, helemaal niks. Dus dan is het ook al best moeilijk om te leven. Ik wil jullie bedanken wat jullie doen voor al onze Oekraïense gasten. En ik hoop dat de opbrengst een heel mooi bedrag wordt. Ja, hoop ik ook. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Maaike Kriele en ik sta hier met Anja en David uit Oekraïne. Zij wonen sinds begin april bij ons en er is ons gevraagd of wij wat willen vertellen hierover. En hoe het allemaal in zijn gang is gegaan, hoe het ook is om mensen in huis te hebben. Want het is natuurlijk een andere situatie als wat je gewend bent. Wij hebben zelf een gezin met twee kinderen en een soort van schoondochter, dus zeg maar met z'n vijven zijn wij thuis. Wij wonen sinds een jaar in de stad en hebben daar ook een huisje in de tuin staan. En toen we de problemen zagen in Oekraïne dachten we, nou daar moeten we wat aan doen, als dat kan natuurlijk. En we zouden van het huisje een bed and breakfast maken, maar goed, dat wacht wel. En op die manier dachten wij van, we gaan kijken of we mensen daarin op kunnen nemen. Nou is het niet een heel groot huis, dus 5 mensen. Het zou iets te veel van het goede zijn. Maar uiteindelijk sprak ik Kees Bruynes, die is bij heel veel mensen wel bekend, denk ik, de loermail. En ik vertelde Kees dat wij wel mensen op konden nemen. En tot 4 of 5 keer toe zou er iemand komen. Er was een man en een vrouw, die stonden ergens of ze konden komen. Nou, kan wel, kwamen niet. Er was een gezin, kon wel, kwamen ook niet. En uiteindelijk
kreeg ik via Erik Schreus een belletje of wij een moeder en een zoontje in huis konden opnemen. Of in het huisje, zoals je het wilt. En ik heb hen begin april, het was beginning of april, hè? Anja spreekt heel goed Engels overigens, dus als ik wat tegen haar moet zeggen, doe ik dat even in het Engels. 4 april heb ik ze opgehaald in het harde stromende regen en daar stonden ze. Eigenlijk schiet ik dan bijna vol, als ik dat moet zeggen. Maar we hebben ze opgehaald en sinds die tijd zijn ze bij ons. En het gaat eigenlijk heel erg goed. David gaat inmiddels naar school toe. Die zit op het Nederlands onderwijs. Dat is wel fijn in onze gemeente. De kleutertjes die mogen gewoon in Nederlands onderwijs instromen. En de oudere kinderen die hebben inmiddels ook een eigen schooltje bij de brandweer. En een schooltje op Dennenrode. En omdat Anja ook vertaler is, Engelse lerares is, literatuur gestudeerd heeft, heeft Anja ook aangeboden om daar te gaan werken. Dus dat doet zij ook. Dus op die manier kan ze ook weer haar steentje bijdragen. En daar zijn ook heel veel vrijwilligers die daar lesgeven. En die dat met heel veel enthousiasme en plezier doen. Mensen die al gepensioneerd waren. En die allemaal op deze school hun steentje bijdragen. En Anja helpt daar dan ook. En voornamelijk om de communicatie tussen de leraren en leraressen en de kinderen goed te kunnen volgen. Nou, wat ik zeg, David is nogal ondernemend. Dus ik weet niet wat hij nu van plan is. Ik geloof dat hij gitaar wil gaan spelen. Maar in ieder geval, het gaat leuk. We doen veel dingen met ze. We gaan af en toe ook op pad. Maar ze doen ook hun eigen ding. En het is natuurlijk wel anders dan dat je gewoon met je eigen gezin thuis bent. Dat lijkt me logisch. Maar het is zeker aan te raden, al moet ik er ook bij zeggen dat ik ook gezinnen spreek die er wel problemen hebben. Want het zijn natuurlijk allemaal hele verschillende mensen. Je weet nooit wie er bij jou thuis komt. Je kan niet zeggen ik wil dat en dat. Het is gewoon op het moment dat er iemand komt, dan vragen ze of je die op kunt nemen. Nou, bij ons is het heel goed gegaan allemaal en we kunnen het goed met elkaar vinden. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En ze gaan gewoon in het geheel mee. We eten 's avonds gezellig samen en we lopen veel rondjes met de hond en 's avonds doen we nog even een bakkie. Dus dat gaat eigenlijk heel, heel goed allemaal. Anja, die had ik gevraagd en gezegd dat we dit gingen doen. En zei ja, nou prima, alleen nu schrok ze, want ze had niet even niet door dat er ook mensen in de zaal zaten. Dus Anja die zei, misschien is het ook fijn als mensen mij wat dingen vragen. Dus ik weet niet of er mensen zijn die vragen hebben, maar anders kan Anja ook wel in het kort een beetje vertellen hoe het gegaan is dat ze hierheen kwamen. En hoe dit allemaal in het gang gegaan is. 24 februari begon de oorlog in Oekraïne. En ik zal een beginnetje maken. Zij is toen, na een paar dagen, heeft ze besloten om deze kant op te gaan. Zij heeft iemand die ze kent in Oosterwolde, waardoor ze de keuze op Nederland was gevallen om omheen te gaan. Maar via uren wachten aan de grens, snel in een bus springen met je kind en je koffer, is ze uiteindelijk bij die mensen terechtgekomen. Daar is ze een paar weken geweest, een week of 2,5. En ze zou uiteindelijk naar Rome gaan. Daar heeft ze vrienden die haar op zouden nemen. En dat was ook allemaal prima. Ze kwam aan in Rome. Alleen in Rome was het nogal hysterisch wat corona betreft. Dus ze mochten niet naar buiten. Ze moesten elke dag getest worden. Ze mochten niet werken. Ze mochten niet naar de supermarkt. Nou ja, als je zo op die manier een hele tijd ergens moet zijn, is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Dus uiteindelijk brak eigenlijk een beetje de paniek uit daar van wat moet ik nu? En toen is ze terug naar Nederland gegaan. En wat ik zeg, sinds 4 april bij ons. Maar ze zijn dus al vanaf eind februari eigenlijk onderweg. En niet meer thuis. Ze hebben gelukkig wel veel contact met thuis, met zijn vader en haar man. En met opa en oma. Elke dag bijna wel via FaceTime. En gelukkig gaat het daar goed. Zij wonen een uurtje van Kiev af, aan de goede kant, om het maar even zo te zeggen. Maar ook daar zijn veel luchtalarmen de hele nacht door. Er wordt ook wel op een naburige basis af en toe geschoten. Er zijn ook raketinslagen geweest en dergelijke. Dus geen fijne situatie, met name voor een klein jongetje om te zijn. En dat was voor haar op een gegeven moment ook de druppel van elke nacht die sirenes. Wat moet ik met zo'n klein jongetje? Daarom is zij toen hierheen gegaan. En dat is eigenlijk in het kort een beetje het verhaal van Anja en David. And would you like to people to ask you questions or do you want to say something? I think you told much already. Ze denkt al dat ik al genoeg gezegd heb. Ja, yeah, they can ask questions. Ik weet niet of er iemand is die wat wil vragen, dat kan natuurlijk altijd. If not, then I will say. Ik denk het niet. Dan laten we het gewoon hierbij. En dan was dit het voor vandaag. Anja wil toch een paar dingen zeggen. Thank you.
Do you speak English? Do you understand English? Okay, I will say a few words. I'm happy to be here in this wonderful city, Erfurt. We are very happy that we live here and that we found such a nice family who gave us a home. We really feel here like at home. And I want to tell you that the war in Ukraine is not over yet. Maybe you don't see it on the news much often lately, but it's still terrible. And people who live there everywhere in all the regions, even in the quiet regions, how they say, how they name them, it's anyway dangerous. And the rockets can come in any city, any moment. So please stand with Ukraine and don't forget about the war that is going on not far away from you. Thank you. Goedemiddag, mijn naam is Bette Zwijnen. Ik ben de penningmeester van de stichting EGF Foundation. Een goede doelenstichting in de breedste zin van het woord. Dat houdt dus in, wij kunnen zowel mens en dier meenemen als goed doel. Het is een 3 jaar geleden is het opgericht nadat wij een hele spontane actie hadden voor een Elburgse jongen die naar Moskou moest omdat daar hij had PPMS en er was 90.000 euro voor nodig en toen hebben wij in 6 weken tijd hebben wij daar 100.000 euro voor opgehaald en hij is daar naartoe gegaan en hij is genezen teruggekomen. Toen we dat afgehandeld hadden, toen kregen we steeds meer verzoeken en toen hebben wij besloten om de stichting EBF op te richten. De stichting EBF is mooi gevonden. Dat is de voorzitter Egbert Betters, de penningmeester en Frans de cameraman is de F. En dat paste mooi ook als Elburg Foundation. We hebben daar een ambi-instelling van gemaakt en wij doen heel veel dingen voor de Elburgse samenleving. Toen op 24 februari de oorlog uitbrak, zaten wij op zondagavond bij elkaar en toen zeiden wij, er komen straks een hele hoop mensen naar Nederland en daar moet wat voor gedaan worden. Dus we hebben op maandag al overleg gehad met onze burgemeester. Er is toen een crisisteam opgericht. We hebben als stichting allerlei slaapplekken gekeken waar mensen konden slapen. Hebben we lijsten van aangelegd en al heel snel bleek dat het een hele grote stroom mensen zou zijn. Want het verhaal zoals hier eerst omschreven werd, dat je niet wist wie wanneer kwam, dat was ook de werkelijkheid. Het was zover dat dus de eerste, tweede zondag, dat ik op een gegeven moment 60 paspoorten in mijn telefoon had zitten van mensen die zogenaamd onderweg waren naar Elburg. We hebben toen op zondagmiddag nog met het crisisteam bij elkaar gezeten en we hebben toen geïnventariseerd hoe snel we als gemeente Elburg dit konden opvangen en hoeveel onze stichting daaraan kon bijdragen. En dat is eigenlijk continu wat wij gedaan hebben vanaf zeg maar de 1e maart. Dat wij continu mensen hebben opgevangen en voorzien van de eerste levensbehoeften in kleding, in voeding. Maar allerlei zaken proberen voor ze te regelen. Dat ze boodschappen konden doen. Dat er voor de kinderen dat er speelgoed kwam. En uiteindelijk met de hulp van de gemeente hebben we daar een heel groot netwerk van kunnen maken. Inmiddels faciliteren wij met onze stichting bijna 100 Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest zijn op Bospark Dennenrode en de Scheepsbel. Dat heeft dagelijkse zorg nodig voor scholing, voor vragen. Maar dat is hele praktische dingen van fietstassen voor boodschappen te doen, want auto's zijn er niet. Capes voor de regen, al dat soort zaken die proberen wij als stichting te regelen direct op de plek. Dus de vraag komt en eigenlijk willen wij ervoor zorgen dat binnen een halve dag de vraag ook beantwoord is en dat het probleem opgelost is. Dat zijn vaak problemen die niet door de overheid opgelost kunnen worden, omdat dat niet kenbaar is voor de overheid. Die hebben daar geen nummer voor, die kunnen dat niet wegboeken. En al die kleine dingen die dragen bij tot de levensvreugd van deze mensen. We hebben ook over nagedacht van wat gaan we doen met de opbrengst van deze middag. Wat heel hoog in ons vaandel staat is
om nog een dag uit te gaan met alle kinderen vanuit Oekraïne naar een pretpark. En ik weet er zeker dat dit bedrag dat er vandaag binnenkomt daar zeker zo zal bijdragen. We zullen dan ongeveer, als ik het zo geschat heb, tussen de 60 en 70 kinderen moeten gaan vervoeren naar een pretpark. En dat zal nog een hele uitdaging worden om dat allemaal geregeld te krijgen. Maar ja, wij zijn er altijd voor om in oplossingen te denken en niet in problemen. Dus zodra het geld er is, gaan we ook gewoon op reis. En dan gaan we er een hele mooie dag van maken. Ik wil Elef bedanken en de kinderen van de basisleerlingen, wat ze georganiseerd hebben. We zijn heel erg blij dat onze stichting, de Elburg Foundation, daaraan gekoppeld is. En je kunt ervan uitgaan dat alles wat er vandaag opgehaald wordt, maar alles wat er ook verder opgehaald wordt voor de Oekraïnse vluchtelingen, zal één op één worden besteed voor deze vluchtelingen. Ik dank jullie voor je aandacht.